Wil je nog eventjes naar een paar vragen uit het kieskompas kijken? Nu niet allemaal hoor, maar een paar. Jawel hoor, ik ga ook nog een schilderij doen. Ja, ja, ja. Dat, ik moet zeggen, jammer. Misschien moet ik het schilderij aan het begin doen. Het begint een beetje te denken aan mijn moeders concertabonnement. Mijn moeder had een concertabonnement. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb. Nee, dat heb je niet verteld. En mijn moeder was dol op klassieke muziek. Maar die, die organisatoren van die concertabonnementen, die vonden ook dat de luisteraars wel eens kennis mochten maken met moderne klassieke muziek. Oké. Okay. Want als je dat als eerste programmeerde, dan keek mijn moeder naar wat er gespeeld werd en zei, ik ga niet. Oh, je ja. hebt er geen zin in. Ja. Dus dat deed ze heel geraffineerd. Eerst krijg je een stukje uit het ijzeren repertoire. Ja, dat kan wel alles zijn, Mendelssohn, Mozart. Nou goed, het bekende werk zal ik maar zeggen. En dan kwam er een stukje moderne en dan weer een stukje eh, ouderwetse klassiek. Want anders, anders ging mijn moeder niet. En ja, je begrijpt dat mijn moeder niet de enige was. Zo werkte dat, want dat, die abonnementhouders, het waren in het algemeen natuurlijk geen muzikale vernieuwers. Oh ja, ja, precies. Nou, dat is, bij onze, dat is bij onze podcastluisteraars kennelijk ook zo. Dat inhoudelijke vernieuwing, daar zitten ze niet op te wachten. Ja, of ze vinden het te specifiek misschien. Dat ze denken, ja, kunst, moeten we daar nou mee? Ja, dat is heel treurig. Als ze dat denken, is dat heel treurig. Maar goed. Even kijken. Ik moet even wat, wat zaken invullen. Dan pakken we er even een paar vragen bij. Kieskompas.nl Dat is in ieder geval degene die we nu pakken. Volgens mij kun je er een heleboel doen. Maar uh, deze hebben we in ieder geval eventjes uitgekozen. En uh, jij raadpleegt dit denk ik nooit, hè? Nou, ik heb het wel eens ingevuld. Nee, dit okay, is toch waar je dan, als je het invult, weet je wat je stemmen ja. moet, toch? Ja, daar kwam bij jou 50 plus uit, toch? Nee? Iets is? <laughs> 50 plus. Nee, je weet, het kwam er altijd uit. De SP. Oh, de SP, dat was het, ja. En dat had ik altijd invul dat het koninklijk huis spoedig afgeschaft moest worden. Ja, ja. Maar dat is ook de discussie die je vaak hoort, van dat dat dus op provinciaal niveau heel veel zaken erbij uh, ja, uh, gehaald worden die dan niet die de provincie nee, helemaal niet. Nee, ja, ziet ik dat dat de provinciale staten opgehangen worden. Uh, aan, aan, de, aan de landelijke politici ja. en aan de landelijke politieke vragen. Nou, is er op dit moment een vraag, dat is het stikstofprobleem. Ja. Dat speelt in alle provincies natuurlijk. Dat is zo klaar als een klontje. En dat is ook een nationaal probleem. Dat is, daar heeft trouwens de nationale overheid, de regering heeft, dat zelf veroorzaakt door dat te de delegeren naar de provincies. Juist. Geen zin om zichzelf natuurlijk vies te maken met die mest aan hun vingers, ja. Dus vandaar. En nu zitten we daar op dat punt met de gebakken peren. Maar de meeste dingen die hebben natuurlijk geen provinciale context. Dat is wel duidelijk. Je kunt kiezen uit helemaal mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens, helemaal niet mee eens of geen mening. Ah, ja, fijn. De eerste vraag is, er moeten meer windmolens in de provincie Utrecht komen. Nou, dat lijkt me nog niet de locatie voor grote windmolens eerlijk gezegd. Dus niet mee eens. Maar We zijn wel uh, vanuit... Maar het is natuurlijk een beetje not in my backyard. Maar goed, uh, het, het lijkt mij dat dit, dit... Dat is toch niet het meest winderige sectie van Nederland als ik het wel heb. Maar is het niet zo dat overal, dat het over het hele land eerlijk verdeeld moet worden? Dat een provincie moet bepalen... Nee, daar? ik zou windmolens zetten daar waar het meeste waait. Dus dat hier, vandaar ook dat de grote windmolenparken allemaal op de Noordzee worden neergezet. Oké. Okay. De maximumsnelheid op provinciale wegen moet op veel meer plekken worden verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. Daar ben uur. ik er 100% voor. Oké, okay, dat is wel heel langzaam hè, 60. <laughs> 60 joh. Als je een gemiddelde van 60 maalt, nou, volgens mij is al heel lang, is het overheidspolitiek, dat is op een normale rit in Nederland de gemiddelde. Dus dat je 60 kilometer aflegt in een uur, dat zo hoort het te zijn. Oké, okay, waarom vind je 60 prettig? Ja, ik ben, al, ik ben al lang geleden genezen van de hardrijderij. Oké, okay, maar. maar ook... Ik was een zogenaamde scherpe rijer, maar daar heb ik, heb ik een keer spijt van. Oké. Okay. De provincie moet bestaande nat natuurgebieden uitbreiden, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond. Ja, daar ben ik glad voor. En waarom? Nou, een beetje natuur erbij, dat er kan geen kwaad. En de vraag is of die landbouwgrond, hoe, hoe efficiënt het gebruik daarvan eigenlijk is. Oké. Okay. Dan deze, dan moeten zoveel mogelijk woningen gebouwd worden in uh, Polder-Rijnenburg. Ook als op deze plek dan geen duurzame energie opgewekt kan worden. Ik ben nou verteld waar Polder-Rijnenburg is, is dat in Utrecht? Schijnbaar. Ik heb Utrecht ingevuld bij de uh, locatie. Nou ja, kijk, er moet in Nederland er moet een miljoen huizen worden gebouwd. als ik het goed heb begrepen, voor 2030. Dus ja, ik zou zeggen, bouw maar. Maar bouw op een zodanige manier dat, dat, laten we zeggen, de lacunes in de huizen maakt, dat die opgevuld worden. Ja. En aan dan peperdure appartementen hebben we niks. Ligt ten, eh, onmiddellijk ten zuidwesten van het knooppunt Oude Rijn. De A12 en de A2 vormen de noord- en de oostgrens van het gebied. Ja, van mij mag dat gebouwd worden. Oké. Okay. Ja, wie ben ik? <laughs> Je zult er maar een leuk boerderijtje hebben. De meest milieuvervuilende bedrijven moeten weg uit de provincie Utrecht. Ook al gaat dat ten koste van de werkgelegenheid. Nou, dat, dat lijkt mij op zichzelf een beetje een gemakzuchtig soort van stelling. Ik zou, kijken, dat zou zeggen, laten die milieuvervuilende bedrijven eens kijken of ze iets minder milieuvervuilend kunnen produceren. Bijna altijd blijkt dat heel goed zo te kunnen zijn. Dat lijkt mij een verstandige. Oké, okay, dus niet mee eens. En, en niet in deze simpele vorm ben ik het er niet mee eens. Oké, okay, maar helemaal niet mee eens of niet mee eens? Niet mee eens. Oké. Okay. De provincie moet extra geld investeren in het openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het autoverkeer. Ja, dat vind ik dubieus. Eh, ik vind op zichzelf, denk ik, is het nuttig. Ik weet niet precies waar en hoe je moet investeren in het OV. Dat lijkt mij op zichzelf verstandig. Het eh, OV kan trouwens, naar mijn idee, nog aanzienlijk verbeterd worden in zijn efficiëntie. Ik heb al eerder aan de orde gesteld dat, vooral voor oudere mensen die slecht been zijn, het OV bepaald niet ideaal in elkaar steekt. Het is allemaal hartstikke leuk als je 16 bent en naar school moet, of 35 bent en voor hen bent met een rommeltje met boterhammen. Maar als je tegen de 80 loopt, valt het niet mee om een, een reis met het OV te maken. Dus ik zou zeggen, en, en wees realistisch: mensen willen ook dat ze met hun auto. Eh, uh, van en naar uh, door hen gewenste plekken gaan. Ja. Ik zat gisteren nog even in de bus en er zat een oma naast me met twee kleinkinderen. En die hoorde ik ook zeggen, afschuwelijk dat busvervoer. Die, hoe hard ze rijden en ik vlieg ja. naar alle hoeken toe. Ja, zij vliegt ook naar alle hoeken toe, zoals alle bejaarden. Ja. Want je bent niet meer zo, zo, zo handig te been. Hè? Je hebt niet meer die, die, dat, die natuurlijke aanleg van de slingeraap. Die langs al dat buizensysteem in die bussen en zich naar achteren slingert. Nee. Ik vind het wel altijd even gezellig in de bus. Ja, maar de, de vooral de 80-jarige is niet op zoek naar gezelligheid in het OV. Maar je hebt toch zo'n apart stoeltje waar je kunt zitten voorin? <laughs> Is dat zo? Ja, is Speciaal voor ouderen? Zo speciaal, ja, met zo'n plaatje met zo'n... En als je met twee ouderen bent, dan ja, ook. moet je met elkaar op schoot zitten. Nee, dan kun niet? je naast elkaar zitten of tegenover elkaar. Oh, Oké. Okay. Je ziet, ik ben al lang niet meer in het OV geweest. Maar ben je het nou mee eens of oneens? Dus extra geld in het openbaar vervoer? Ik zou willen weten waar de knooppunten zitten. Ik wil weten waar, hoe en wat. Maar ben je dan... In, dus... algemeen, in brede zin zeg ik niet... Oh, maar meteen extra... Net als met onderwijs. Extra geld voor onderwijs. Iedereen zal tegen gaan zeggen. Ja, natuurlijk, onderwijs. Maar als dat, dat toe leidt dat in de, in de management, middenkader, midden en niet waar meer mensen aan werken die geen onderwijs geven, ben ik er helemaal niet voor. 0,0. No, ben okay, no. neutraal dan? Zo neutraal? Nou, neutraal. We maken dat neutraal. Om de uitstoot van stikstof te verminderen, mag de provincie boeren gedwongen uitkopen. Ja, daar ben ik wel voor. Oké, okay. BBB's. Pertinent tegen, Ja, he? dat begrijp ik. Dat is het, het breekpunt ook, ja, wat zij gaan noemen. Ik ga ook niet op de BBB stemmen, dus... Uh... Nee, maar dat is wat, wat uh, Vullings dus eerder zei, van... Uh... Ja, het kan best zijn dat ze daardoor buiten de coalities blijven. hangt ook een beetje natuurlijk af van het, van het resultaat. Maar dit is de dus strategie. Als er natuurlijk geen meerderheid kan worden gemaakt zonder de BBB, dan zit je met een puntje. Ja. Bovendien zul je ja, misschien een heel rare toestand krijgen dat in de ene provincie wel beleid gevoerd wordt, in de andere niet. Dus ik weet niet precies wat er dan gaat gebeuren. De minister liet er eigenlijk weinig twijfel over bestaan... dat er tenslotte gewoon eh, dat men tot dwang zou overgaan. Precies. Maar de BBB-mevrouw die is dus nu al bewust strategisch ja, vooraf... Ja, dan zegt ze dus ik ben tegen het dwang van de overheid. Ja, dan zal de overheid zeggen dan gaat in dit geval gaat het nationaal belang... voor het individuele of provinciale belang. Ja, en dan zegt zij dan doe ik niet mee in de provincie. Ja, dat kan. Dat kan zijn. Dan was het een zet tegen. Maar misschien moet het dan door een minderheidscoalitie worden uitgevoerd. Geen idee. Ja, denk je dat ze echt trouwens op die uh, tractor kan rijden? Of dat dat puur een stunt was toen ze toen in Den Haag was? Ik heb begrepen dat de rijbetractor niet zo heel ingewikkeld is tegenwoordig. Die zullen ook wel een automaat hebben en zo. En stuurbekrachtiging. Oké. Okay. Ik vond pas op een tractor gereden. Ik vond het een onmogelijk ding. Maar goed, het was, was ook een beetje een bejaarde tractor. Je moest zelf sturen en gas geven. Ja, 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 ik moest zelf sturen en gas geven. Ja. Hoe ging dat? Nou, moeizaam eigenlijk. Maar goed, ik heb, ik heb het hele traject door die wij hebben ik, heb ik gereden. Daar, moest, daar moet de beeldmateriaal van zijn. Ja, ik heb de hekse dingen gedaan. Ik heb ook een half uurtje gewerkt bij de McDonald's drive-thru. <laughs> ja, ja. dus, ja. Dat heb ik nog eens gezien ergens op YouTube staat dat volgens ja. mij. Ja. En toen ging je toch nog een gesprekje aan met die mensen waarom ze daar dat eten kwamen ja. halen. Dat is hartstikke leuk. Je had ook zo'n cap. Je had ook zo'n cap. Een <laughs> hesje had ik aan. Oké, okay, de, de provincie moet meer ruimte maken voor fietsers. Ook als auto's dan minder goed kunnen doorrijden. Daar zou ik ook weer zeggen. Dit is allemaal, allemaal entweder-oder, moet je dat zeggen, of-of vragen. Ik zou zeggen: kijk eens uh, waar je, uh, wat de gevaarlijke punten zijn. Kijk eens waar de ongelukken gebeuren. Vaak, vaak blijken er locaties te zijn waar we elk jaar drie dodelijke ongelukken gebeuren. Dus we zeggen. bekijk eens waar dat is. Maak, zet een paar van die spelden op zo'n kaart. En kijk eens waar je de, de doorloop van het verkeer. en sneller en veiliger kunt maken. Oké, okay, maar ben je het dan er niet mee eens of ben je dan neutraal? Nee, ik ben neutraal deskundig. Oké, okay, neutraal. Om zo, uh, zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. mogen zonnepanelen ook op weilanden worden geplaatst? Ja, waarom niet? Weilanden, wat zei mijn vermoorden ook al de Wat is nou een weiland in Nederland? Het is gewoon Groenheugenveld. He, van, van die tapijttegels. Ja. Dat is Engels raaigras. Daar groeit verder niks anders in dan Engels raaigras. Provincie Utrecht moet zich verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra. Nee, daar ben ik niet voor. Om de boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid. <laughs> Dat lijkt me gewoon stom. Ja, dat kun je, kun je het een tijdje kun je het in een treuzeltempo zetten, maar dat heeft geen, Er zal tenslotte iets moeten gebeuren en dat zal ook wel gebeuren. Ja, dat de overheid het eindeloos laat slepen en alles maar weer een beetje, beetje uitstelt en de andere kant op kijkt een tijdje. Nogmaals, dit probleem is al heel oud en er zal ooit iets aan gedaan moeten worden. Dus je bent het er niet mee eens? Nee provinciale wegenbelasting die moet worden verlaagd, ook al moet de provincie daardoor bezuinigen. Nee, daar ben ik helemaal niet voor. <laughs> ik zou niet eens weten hoe wordt dat geïnd. Ik nu. heb ik geen idee. Dat is niet wat de Rw. Ik weet helemaal niet hoeveel ik aan wegenbelasting betaal. <laughs> ja. Ik heb geen flauw idee. Ik krijg nooit een brief. <laughs> <laughs> Misschien zijn ze mij vergeten, zou dat niet kunnen. Oh, je hebt de, volgens mij, nee, bij hybride auto's is het volgens mij... Uh, elektrische auto's betalen niets aan belasting, denk ik. Wel, maar je krijgt wel een soort korting. Oh. En volgens mij is dat wel een systeem. Of is dat niet zo? Ik heb geen idee, dit durf ik niet te zeggen. Dat als je onder de 100 gram uitstoot per kilometer zoiets niet geeft. Ja, je ziet. Hier ben ik volledig ondeskundig. De belangrijke besluiten, deze is leuk voor jou. De, de belangrijke besluiten moet de provincie een referendum uh, voor gebruiken. Ja, waar, waarom we. Laten we eerst eens wachten op die referendumwet, die nu in... in na de, pas, pas na de parlementaire verkiezing in tweede lezing twee derde meerderheid moet hebben, hoe het daarmee afloopt. Mijn schatting is dat, dat, dat die weggestemd zal worden, die wet. Dat, dat initiatiefvoorstel. Van de SP, hè, is dat toch? Ja. En, en ik vind. Uh, ...referenda provinciaals niveau... ...vind ik echt idioot. Inwoners met een laag inkomen... ...moeten gratis gebruik kunnen maken... ...van provinciaal streekvervoer... ...ook al kost dit de provincie geld. Dat is dus dat punt wat op dat affiche... Ja, daar ben ik wel voor. Ja, oké. Okay. En de provincie moet toestaan... ...dat mensen permanent... ...in een recreatiewoning kunnen wonen. <laughs> nou ja, dat doen ze nu al. Dus ik ga zeggen... <laughs> ...sanctioneer het maar. <laughs> wat wil je daarmee zeggen... Dat dit natuurlijk in een land wat, wat geteisterd wordt door een vrij ernstige woningnood. Uh, ook met name voor jonge mensen die, die geen kant op kunnen als ze iets willen kopen. Uh, en ik begreep dat de huur ook niet breed aangeboden wordt. Uh, zou ik zeggen: ja, een noodoplossing, daar zijn we het allemaal over eens. Maar okay. ik ben er niet tegen. Bovendien heb ik begrepen dat handhaving vrijwel niet mogelijk is. Het dus. ja, zijn dus die mensen die allemaal op die vakantieparkjes zitten. Mm. Ja wel die gescheiden mannen. Ja, dat daar is volgens mij zelfs... Een... Er schijnen vooral veel gescheiden mannen te zijn, toch? Ja, er is een bedrijf inderdaad die uh, adverteert daarmee van... ...ben u ook gescheiden, is... dan kunt u bij ons op het vakantiepark komen zitten. <laughs> nee, kijk, in de sta nou, Ja, Ja, nou, dan weet je al dat het, uh, dat het uh, lastig te handhaven is. Wat is als je... er mee geadverteerd kan worden. Wat moet ik invullen? Dat het ik, dat ik, dat ik, dat zo moet blijven als het is. Gedogen. Is dat, is, dat er niet bij, gedogen? Is, is dat neutraal? Dat is neutraal. Oké. Okay. We zijn er bijna hoor. In de provincie Utrecht mogen nieuwe bedrijventerreinen komen, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied. Ik ben tegen nieuwe bedrijventerreinen, maar dat komt alleen omdat ik vrij zeker weet dat de oude bedrijventerreinen niet erg effectief gebruikt worden en dat mensen altijd zijn voor nieuwe bedrijventerreinen. Maar je kunt veel beter op oude bedrijventerreinen de maximale ruimte gebruiken. Dus daar ben ik tegen. In de provincie Utrecht mag een kerncentrale komen. Ja, daar heb ik geen bezwaar tegen. Ze toch met z'n allen opgeblazen worden. Dan. <laughs> en bovendien, voordat dat ding klaar is, ben ik al lang en breed dood. <laughs> je weet hoe lang het duurt om kerncentrales te bouwen. Heel lang, ja. Mannen eerst aanbesteed, onderzocht. Uh, protesten van de omwonenden. <laughs> dan heb je het al gehouden? 2050, denk ik, voordat die dingen draaien. Inderdaad. ja, ja. ja. Om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken, moet de provincie extra inzetten op het plaatsen van openbare laadpalen. Ja, dat zijn volgens mij al. Ik weet niet. Hoe, wat, uh, als er meer nodig zou zijn, zijn dan zou ik zeggen: doe dat maar. Dat is het toch. De boni is dat toch commercieel? Die laadpalen of niet? Toch niet gemeentelijk of, of, ja, de, of provinciaals? Sommige zijn van de gemeente. Dan staat er zo'n sticker van de gemeente Utrecht. En ga je dan uh, korting of zo? Gemeentelijke korting? Of, of? Ik nee, heb dat heb Geen niet. idee, maar. Ik heb ook wel eens laadpalen in bepaalde wijken in Utrecht gezien waar dan zo'n laadpaalkleefboete gegeven wordt. Dus dan wordt er 25 cent per kwartier of zo. Ja, hele, dat is natuurlijk voorkomen terecht op zichzelf. Uh, ik, uh, ik heb geen idee. Ik heb geen elektrische auto. En een van de redenen, omdat ik dat niet gedaan heb, was dat ik weet dat als ik om 11 uur thuis kom, s'avonds, wat vooral bij, bij en zo het geval is. Dat je, dat je, en je zou elektrisch rijden. Dan kun je hier in de buurt lang zoeken voordat je een paal kunt vinden. Dan moet je naar Bunnik. moet je hem daar gaan Ja, lopen. dan moet je naar dat superlaatstation. Zo is het. Ja. Maar nee, Bunnik is alleen voor de Tesla, dus dan moet je naar. Uh, nee, je kunt daar ook. Uh, ja, oh, dat kan ook. Er zijn twee stukjes. Maar ben je, het, je bent het niet mee eens, denk ik dan, hè? Extra laadpalen. Van mij mag het natuurlijk. Besteed het maar aan. bij zijn commerciële bedrijven. Ja. In de provincie Utrecht is geen ruimte voor de wolf. Nee, dat lijkt mij ook, eerlijk gezegd. <laughs> ja, ruimte voor de wolf, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat er zes roedels worden losgelaten op de, op de, op de Utrechtse heuvelrug <laughs> of zo? Nee, dat lijkt mij inderdaad. <laughs> Laten we dat beperken tot de Hoge Veluwe of, of andere eh, wat, wat ruimer bemeten streken in Nederland. Oké, okay. eh, als gemeente eh, onvoldoende statushouders eh, huisvesten, moet de provincie ingrijpen? Ja, dat, dat, dat vind ik wel, ja. Dat is die nieuwe wet, hè? Die nu, of die nieuwe afspraak die is. Ja, ik begrijp dat daar de VVD ook tegen te hoop lopen, als ik het goed begrepen heb. Eh, maar daar zullen ze waarschijnlijk ook na de verkiezingen mee akkoord gaan. Oké, okay, dus er ligt een soort en van. Er ligt natuurlijk een hele stuw meer van dingen waar ze nu allemaal falie kan tegen zijn. en zet uh, er veel uh, eisen over maken. En dan na de verkiezingen kan het allemaal geruisloos geregeld worden, hoop ik. De provincie moet de komst van grote distributiecentra tegenhouden... ook als daardoor banen verloren gaan. Dat, ik heb geen idee hoe de druk van... Wat, ik, wat mij opvalt is dat als je regelmatig in de omgeving van Utrecht... de vierbaanswegen gebruikt... Dat, je kunt geen pap zeggen, er staat weer zo'n gigantische doos zonder ramen bij. He, alleen al Jumbo, dat heeft dat toch. Eh, bij nieuwe gein, ja. Wel, God ja, machten, wat een bedrijf zeg. Echt gigantisch. Ja. ja. Oh, ik dacht het is weer de dinges, maar dit is die man met zijn dode schoonmoeder op het dak. Ja. Oké, okay, dus ben je, je voor of tegen? Uh, wa wa hoe, uh, hoe was het geformuleerd? De provincie moet de komst van die distributiecentra tegenhouden. Ook als ze als banen dan verloren gaan. Nou, ik ben neutraal. Neutraal. Picnic heeft ook, uh, als je aan de rand. Maar die zijn niet zo groot. Die zitten volgens mij ook in bestaande panden. Picnic, dat zijn die piepkleine autootjes ja, toch? Ja, maar die hebben dus ook aan de randen van... Die adverteren ook met zo'n zo modelletje van Picnic. Wat dan door de straat rijdt. Ja, supermarkt op de ja. ja, ja. Provinciale wegen die mogen worden uitgebreid met extra rijstroken, ook al verdwijnt er dan groen. Nee, daar ben ik tegen. Dat is natuurlijk Amelis weer. Ja, ja, zeker. Dat is ook niet nodig. Ik ben, ik ben tegen de verbreding van de A27. Ik ken dat punt vrij redelijk. Het is vaak zo dat je, als je de Rode weg opdraait vanuit zeg maar, het gemeentelijke infrastructuur... Dat het dan soms, denk je, o jezus, het staat stil, maar dan zie je al dat er een langzaam beweging is. Ik heb er nooit langer dan een kwartiertje gestaan. Nooit. Dus ja, moet je dan verbreden, want je weet wat voor effecten je krijgt als je het verbreedt. Het wordt verbreed, het loopt drie, vier jaar heel lekker door en dan staan we er weer. Dat is een normale gang van zaken. Maar dan kun je ook zeggen, als je helemaal niks doet, dan wordt het alleen maar erger. Het is in de afgelopen jaren zeker niet erger geworden naar mijn idee. Hmm. Je ziet toch al vrij snel dat, er, dat, het, dat het gaat vaak, omdat het, het vrij hoog ligt, zie je in de verte vaak al dat je oh, oké okay, het, het stroomt wel. Ja. Ja, het is als je naar binnen rijdt al heel snel aan je linkerhand, ja. heb je een hele zweet. Dat is een beperkt bosgebied, ja god wat is dat in Nederland. Hè? Ja. Hoe is het ook weer wat is natuur nog in Nederland, niet waar? Dat, dat, dat punt waar het dan stilstaat eventjes of, of langzaam gaat, dat is vlak daarvoor. Ja. Want onder andere omdat het dan aftakt naar de A12, niet waar, zie je al, al op je wat hogere standpunt, zie je al dat er beweging in zit. Precies. Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, dan moet de, uh, moet de provincie hen ook dwingen dit te doen. Nou, is dat de taak van de provincie? Dat weet ik niet. hoor. een politieagent? Dat lijkt mij meer dan dat het ministerie van volkshuisvesting zich daarmee moet bemoeien. Niet mee eens dus? Nee, dat lijkt mij een provinciale taak. Oké. Okay. De provincie moet vaker opkomen voor de belangen van de boeren, ook als dit leidt tot schade aan de natuur. Nee, daar ben ik geen voorstander van. We hebben dat nu enkele decennia gedaan, sinds de Tweede Wereldoorlog. En we zijn daar toch tegen de beperkingen aangelopen die, we, die er zijn. De provincie moet ervoor zorgen dat naar kleine dorpen vaker een bus rijdt. Ook al moet de provinciale wegenbelasting dan omhoog. Ja, ik ben er tegen dat in al die dorpen die busverbindingen verdwijnen. Nou, moet ik je zeggen. Dat er stond zo'n stuk over in de krant. Er waren dan 1500 haltes verdwenen. Maar er blijken er tienduizenden te zijn. Dus dan denk je weer percentagegewijs. En als je ziet waar die haltes verdwijnen, dat is Friesland en Groningen. Ik neem aan dat dat een haltes zijn waar één keer per week iemand opstapt, ik weet het niet. Ja. Maar in principe vind ik dat het verdwijnen van die haltes vind ik, daar ben ik tegen. Maar ik las ook nog iets dat de bus naar Bildhoven dat die nu, in, nu nog niet, maar over een paar jaar dat ze die, die ook willen schrappen. Oh ja? Ja. Die lijn 77 is dat volgens mij. Oh, het lijkt me dat dat een vrij redelijk gebruikte busverbinding zal zijn, maar goed. Dat vermoed ik ook ja. Even kijken, dus dan moet ik hier invullen. Uh, dan moet ervoor zorgen dat er vaker een bus rijdt. Ja, daar ben je het dus mee eens. Ja, ik vind wel dat de OV een maatschappelijke taak heeft. Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook wel verdwijnt dan groen in het buitengebied. Wat is het buitengebied in Utrecht? Heel Nederland is. De, nou, in Nederland het enige buitengebied wat we hebben in Nederland is Drenthe en Oost-Groningen. En, en misschien her en daar een stukje, maar nou, tussen... wij zijn Randstad. Het gebied tussen Utrecht en Zeist. Daar ligt nog natuur. Zou dat het buitengebied zijn? Nou, ik zou niet van natuur willen spreken. Engels raar, als lichter. Ja. maar natuur, nee. Voor mij, wat mij betreft, mag daar gebouwd worden. Ja, dat zal misschien een storm van verontwaardiging geven, maar ik zit er niet zo mee. Als gemeente onvoldoende duurzame energie opwekken, moet de provincie deze gemeente dwingen dit te doen. Helemaal nou, vragen van dat de provincie met het wijzende vingertje moet ingrijpen. Ja, dat lijkt me ook onzin. Oké. Okay. Ik mag niet op de taak van de, van de provincie, eerlijk gezegd. Ja. Om natuurgebieden zoals de Vinkenveense Plassen en de Utrechtse heuvelrug te beschermen, mag recreatie daar worden beperkt? Uh, daar ben ik... Uh, ik wil weten hoe en wat en wanneer, maar daar ben ik niet tegen. Maar ben je dan neutraal of mee eens? Nou, zeg maar mee eens toch. Oké. Okay. Ik D bedoel, als je ziet wat, wat het massatoerisme in grote steden aanricht en... Op andere plekken, ook in bossen. We hebben dat toen met die covid-crisis gezien. Dat in op allerlei plekken toch de natuur gewoon overlopen werd door mensen. Ja, wat is natuur? De hele vraag in Nederland, wat is eigenlijk natuur in Nederland? Vaak zijn de steden betere bewaarplekken voor de natuur dan, dan wat er buiten de steden ligt. De provincie moet bezuinigen op kunst en cultuur. Daar ben ik sowieso tegen. Ik wil wel graag weten waar het heen gaat, maar ik ben er toch tegen. En de provincie moet zich inzetten voor het verbreden van de A27. Ook al moeten daarvoor bomen bij het bos van Amelie ben ik tegen. Met... Niet nodig. Oké, okay, dat was het. Uh, dan zijn er nog wat vragen. Op welke partij hebt u gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021? D66. Op welke partij bent u van plan te gaan stemmen bij de aankomende Provinciale Statenverkiezing op 15 maart? De linkse combi. Uh, even kijken of die erbij staat. Er is ook een partij, Zwarte Piet is zwart. Wat is dat voor partij? Zwarte Piet is zwart. <laughs> dat zal een dol succes worden, denk ik. Ook een typisch provinciaalse zaak. Hoeveel vertrouwen heeft u in de overheid? En dan kunnen ze zeggen heel weinig vertrouwen, weinig vertrouwen, niet veel of uh, niet weinig vertrouwen, vertrouwen of veel vertrouwen. Ja, dat is heel lastig te zeggen. <laughs> Ja. Tot op heden hou ik, zeg ik, ik heb beperkt vertrouwen in de overheid. Oké. Okay. Uh, als ik voor de Provinciale Statenverkiezingen ga stemmen, hou ik daarbij ook rekening met de Eerste Kamerverkiezingen. Dan moet je kiezen tussen helemaal niet mee eens en alles wat daartussenin zit en, en helemaal mee eens. Nou, ik, ik ga nu zo stemmen dat ik in feite geen rekening houd met de samenstelling van de twee van de Eerste Kamer. Oké, okay. goed. Nou, dan krijgen we zo'n dingetje. Even kijken wat daar nou, wat daar nou uitkomt. moet dat eens even. Kijken of dat. In ieder volgens om dienstje zo snel mogelijk opgesloten te worden. Kijk, jij zit uh, dichtbij um, Denk, provincie Utrecht. Het CDA, ChristenUnie, D66. <laughs> de, de SP staat er hier toch weer wat verder vanaf. ChristenUnie. Ja. Kijk, jij bent dat, dat stipje. Ja, maar dat zie je, aan wat een stomme vraag. Want dat is een christelijk geïnspireerde partij. Dus daar zou ik toch sowieso niet op stemmen. Nee. Daarom zie je, je hebt niks aan dat ding. Hè? <laughs> ja. Dus eh, kijk, VVD staat redelijk ver van je af. En Forum en zo ook. Maar eh, CDA staat dichter bij je dan D66 blijkt dat dit uh, dingetje Dat zou best kunnen, want ik ga nu ook geen D66 stemmen. Nee. Maar hoe is met de linkse combi dan? Ja, die staat daar helemaal. Oh, daar zit ik wel heel ver van af, zeg. Ja, SP ook en Volt ook. Nou, ja, je ziet de mijn gematigdheid. Het is altijd... Uh... Maar goed, het wordt heel duidelijk gedemonstreerd. Ik ben geen uitgebroken progressieve kiezer. Ja. Oké, okay, maar denk provincie Utrecht staat het allerdichtste bij je. Merkwaardig. Nou ja, ik, wat ik al zei, ik heb het meerdere malen gedaan in het verleden. Ik leef het nooit bevredigende resultaten op. Nee. Omdat je toch, ja, trouwens wie, wie is bereid om zo'n lange lijst door te lopen? Ja, waarbij bovendien veel van die vragen, ja, wat zal ik zeggen, lastig ...concrete beantwoorden zijn. Hoe vaak heb ik daarbij daarnet niet gezegd van nou ja, hangt er een beetje van af. Hoe zit het er precies? Nou ja. Maar ik denk dat het de CDA wel blij is met deze steun in de rug. Die kunnen ze wel gebruiken. Ja, ze kunnen wat mij betreft mooie sier maken. Hier heer Van Ossom stond dicht bij ons. We zagen hem <laughs> eigenlijk in de verte. <laughs> maar je gaat niet op het CDA stemmen, eigenlijk. Nee, ik ga niet op het CDA stemmen. Nee. Ik heb nog nooit gestemd op de partij die in die, in die, in die kijk en, en stemwijzers werd geïndiceerd. Daar zie je aan dat ik ja, dat, 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 dat stemmen een heel complex afwegingsproces is.